Hoi, daar ben ik weer met een inner beauty filmpje. Dit keer wil ik het hebben over hoe je goed kan ontspannen. Want als je rustig bent en je kan ontspannen, dan zie je dat ook goed terug in je uiterlijk. Nou, nummer 1 is natuurlijk goed slapen. En dat weten we allemaal. Minimaal 8 uur slapen per nacht. En probeer niet te laat naar bed te gaan en niet te laat op te staan. Nou, ik ben een avondmens, dus ik ga het liefst om middernacht 1 uur slapen. En dan lig ik gewoon tot 9, 10 uur zoiets in bed. Nou, andere mensen die hebben dat weer minder, dat is hartstikke goed. Maar er zijn dus ook andere manieren om gewoon lekker tot rust te komen. Tussendoor, zeker als je een hele stressvolle baan hebt, je hebt kinderen, dat soort dingen. Dan is het echt wel gewoon belangrijk om af en toe gewoon tot rust te komen. Dus ik ga wat tips geven. De nummer 1 tip is dat je moet weten dat je het waard bent om ook te ontspannen. Dat zie je heel vaak bij moeders. Die nemen gewoon geen tijd meer voor zichzelf. Omdat ze denken, ja, ik moet al mijn tijd in mijn kind steken. En mijn gezin en alles. En dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar je hebt ook tijd voor jezelf nodig. Dus plan desnoods af en toe een uurtje voor jezelf in. En dat kan 's avonds zijn. Dit kan ook 's ochtends zijn voordat iedereen wakker is. Dat je lekker gaat mediteren of zo. Of 's avonds als iedereen al in bed ligt, dat je lekker in bad gaat. Weet je, dat zijn van die standaard dingen. Dat kennen jullie vast wel. In bad gaan, dat helpt enorm. Dan kan je lekker tot rust komen. Een hele lekkere, simpele film kijken. Dat kan je ook tot, weet je. Het blijkt dus dat je hersenen het minst werkt als je tv kijkt. Ik bedoel, het minste hersencellen gebruikt van alle activiteiten die er zijn. Ja, dat klinkt misschien heel dom. Maar als je echt tot rust wil komen, kan je dus bijvoorbeeld een filmpje kijken. Nou, dan zakt je hersen af naar niveau 1, zeg maar. En na afloop, ja, het enige wat je hebt gedaan is je hebt opgelet tijdens de film en meer niet. Je hebt je nergens anders op gefocust en dat kan ook al ontspannen werken. Meditatie en yoga kan heel goed werken en misschien klinkt het zweverig, maar dat is het echt niet. Meditatie kan, hoeft niet per se dat je zo gaat zitten. Het kan wel, het is heel lekker, maar je kan ook gewoon zittend, nu zeg maar hoe ik nu zit, zou ik kunnen mediteren. En mediteren is eigenlijk dat je probeert om, niet eens met je ogen dicht, om gewoon aan niks denken, ja, of aan jezelf en op je ademhaling te letten. Nou, er zijn heel veel oefeningen voor. Ik raad je aan zeker op YouTube te zoeken naar ademhalingsoefeningen, yoga, breathing, exercises, dat soort dingen. En ik heb één favoriet en ja, die deel ik graag met jullie natuurlijk. Dat is de volgende. Die doe ik zelf ook altijd als ik yoga doe na afloop. Als je op de grond ligt, dan doe ik altijd deze ademhaling en oh, dat brengt me helemaal tot rust. De techniek is om 1 tel in te ademen en dan 2 tellen uit te ademen. 3 tellen in te ademen, 4 tellen uit te ademen. 5 tellen in te ademen, 6 uit. En zo ga je door tot aan 10 tellen en dan begin je weer opnieuw. Dus dat zou dan zo gaan. Je tellen gaan natuurlijk, ja, niet een klok erbij houden, want dan ben je weer helemaal gefocust daarop. Nee, focus je op je ademhaling. En je tellen hoeven echt niet exact een seconde te zijn, maar gewoon dat het steeds iets langzamer gaat. Als je bij 10 bent, dat is best wel heftig, want dan zit je gewoon 10 tellen zo te ademen. En dan begin je weer opnieuw, dus dan ga je helemaal langzaam. Dan doe je weer 1 tel, 1, 2 en zo ga je dus door. En dat is echt een hele lekkere oefening om waar dan ook te doen. Al sta je in de winkel, al zeg maar wat op het schoolplein, bij de dokter, als je stress hebt. Gewoon, je zit hier gewoon, je denkt, oh, weet je, ik zit bij de tandarts, ik zeg maar wat. Dat je denkt, oké, adem. Normaal zeg je dan adem in, adem uit, weet je wel. Oké, daar gaat hij dan, de 10 tellen ademtechniek. Het is heel makkelijk, niemand ziet het ook. Je houdt gewoon je ogen open, je doet gewoon die ademhaling technieken. Ik deed het nu vrij vluchtig, maar doe het gewoon rustig op je eigen tempo. Wat ook enorm helpt, dat zijn relax video's of whispering video's. Nou, ik vind dat heel lekker. Sommige mensen worden er knettergek van, maar ik kan het absoluut aanraden. Een voorbeeld is dit. Dit is bijvoorbeeld The One Lydium. Dit is mijn favoriet. Zij maakt video's waarin ze zeg maar fluistert. Er zijn dus mensen die hebben video's waar ze fluisteren, een verhaaltje vertellen. En dat kan zo ontspannen werken. En ik zit er ook echt over te denken om zelf een keer zo'n video op te nemen. Maar dat is zeg maar, ja, een soort, net als dat je bij therapie ligt en iemand begint heel zachtjes te praten. Dat je denkt, huh, ken je dat? Dat iemand iets zegt of doet en dat je helemaal zo zit. Nou goed, daar zijn dus speciale video's van. En het is echt heel lekker om te ontspannen. Ik zou zeggen, probeer het gewoon. Als je denkt, ik word er gek van, sta er gewoon voor open. Weet je wel, sta er gewoon voor open. Doe niet oordelen, gewoon luister er gewoon naar. Ga lekker zitten of liggen, luister er naar. En kijk gewoon wat het met je doet. Want voor hetzelfde geld kan je er ontzettend lekker door ontspannen.
En ik denk echt dat het iets is met een soort knop omdraaien van kunnen ontspannen. Wat ik al zei, van mensen die geven zichzelf geen tijd om te ontspannen. En dat moet je eigenlijk wel gewoon doen. Sommige mensen die vinden het heel erg prettig om een muziekje op te zetten om te ontspannen. Nou, dat heb ik ook wel eens. Een aanrader voor mij is om natuurmuziek te luisteren. Ik vind zelf de Waddenzee-muziek heel mooi. Ja, het klinkt weer heel zweverig, maar het is echt zo. Zoek het even op YouTube. Er zijn echt mensen die filmpjes daarvan hebben ook. En ja, zet dat gewoon eens een keer aan. Zet gewoon dat muziekje aan en ga ondertussen studeren of ga ondertussen ontspannen, mediteren. Doe de ademhalingtechniek, kijk naar buiten of doe je ogen dicht. Kan ook gaan liggen op je bed. Probeer het eens gewoon. Dit zijn allemaal trucjes om gewoon lekker tot rust te komen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie snel weer. Doei!